bocht. En Leoni komt ook mee. Een dubbele bocht is dat. En daar komt Strazer. Strazer begint van ver. Leoni komt naar voren. Arazi ook links. Maar Cipollini eruit. Oh, gemakkelijke overwinning voor Cipollini. Cipollini, 24e Giro-etappezege uit zijn carrière. Hij komt daarmee dus naast Beppe Saronni. Zijn derde al in deze Giro. Vorig jaar won hij 5 etappes. En de algemene verwachting was dat dat niet te evenaren zou zijn, omdat er toch waarschijnlijk minder massasprints zouden zijn dan vorig jaar. Maar hij staat al op 3. En hij heeft er nog eentje aangestreept in zijn agenda. Namelijk die van donderdag in Carpi. Een vlakke etappe van 190 kilometer. Wie gaat hem daar kloppen? Mario Cipollini. Vorig jaar 5 etappes en de eindzege in het puntenklassement. Dat puntenklassement dat zal dit jaar wat moeilijker worden. Omdat Bartoli, omwille van de bonificatieseconde, ook overal meesprint. Dus ook puntenpak voor het puntenklassement bij de Intergiro en aan de aankomst. Hoewel vandaag is Bartoli nergens te bekennen. Even kijken of we hem hier op het beeld opmerken. Nee, ook op dit beeld zie ik geen Bartoli. Dat betekent dat Cipollini in het puntenklassement 25 punten pakt op Bartoli. En dat gaat toch alweer een fors verschil maken. Dat betekent dat hij toch weer voor het puntenklassement ook gaat komen meedoen. Bartoli heeft het in deze sprint blijkbaar niet gewaagd, ook met die bochten in de finale. Hoewel hij dus met een eerste of een tweede plaats de roze trui kon heroveren. Strazer links is veruit gespurt. Cipollini komt. Links achter hem Martinello, rechts achter hem Leoni. Daar komt ook Arazi nu naast. Nee, niemand die hem kan bedreigen. Hè. Makkelijk, met meer dan een lengte voorsprong, wint Mario Cipollini in Lecce. Zijn derde etappe in deze Giro. Tweede is Silvio Martinello. De Olympische kampioen puntenkoers. Daar staat hij al op het podium in een truitje van Inter Milaan met het nummer 10. Dat is het truitje van Ronaldo. Publiek begeesterd natuurlijk. Mario Cipollini in een streek die hem zeer goed gezind is. Puglia. Oh, in tegenstelling tot gisteren gaat hij de misses behoorlijk onderspuiten vandaag. Oh la la la. Ja, Cipollini kan zich misschien wat meer veroorloven dan een ander.